Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PR Modpack. Jongens, ik heb hartstikke veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook lekker veel zin in hebben. Vandaag gaan wij... Oh, trouwens, de 1000 groene duimpjes waren gehaald. Super tof, 1200 als het goed is. Thank you very much. Betekent dat wij vandaag gewoon weer een Lucky Block gaan openen. Ik heb dat jullie natuurlijk ook veel zin in hebben in die Lucky Block. Dat jullie nog meer Lucky Blocks willen zien, zorg ervoor dat je een blauw duimpje achterlaat. Bij elke 1000 blauwe duimpjes gaan wij een Lucky Block openen. Oftewel, ik denk niet meer dat het er 2000 halen, omdat de serie natuurlijk nu een beetje naar beneden gaat, omdat het op het einde al bijna is. Wat ik eigenlijk wil fixen, ik wil dit nog even gaan uitbreiden. Ik heb hier ontiegelijk veel call seats en die wil ik daarboven nog even gaan neerleggen. Ik denk dat het wel even handig is, ziet er wel leuk uit. En ik wil hier, kijk, mijn farm. Ik heb dus een hele grote farm gemaakt, maar ik gebruik maar 1/3 hiervan, denk ik ongeveer. Ja, ik gebruik hier maar 3/4 van. En ik denk echt van, nou, eigenlijk moet ik deze 3 plots moet ik nog even wel gaan gebruiken. Dus dit ga ik ook nog even vullen. Het is meer een farm video vandaag. En dan ga ik daar in de verte ga ik nog ook even fixen. Voor mijn boompjes. Dan wil ik ook nog een paar verschillende boompjes wil ik daar neerleggen. Maar in ieder geval, wij gaan nu eerst dit fixen. Hebben wij een heu? Heu, hebben wij die? Ik denk het niet. Oh, we hebben zelf een lucky home mee. Wauw, oké, dat is super chill. Ik ga hier gewoon overal carrots ga ik verbouwen. Het is eigenlijk puur om de reden van... Want als ik deze wereld natuurlijk op download zet... Is het natuurlijk wel fijn om een farm te hebben die af is. En niet dat die gewoon voor 80% af is. Ik wil hem gewoon 100% af hebben. Kijk, eigenlijk als die 100% af is, dan zitten hierboven ook nog allemaal dingen. Maar dat ga ik dus ook allemaal niet doen. Zo'n layout, zo'n design ga ik trouwens ook mijn underground mountain magical crops farm. Wat een naam. Ga ik ook maken. Ik ga dat ook ongeveer in zo'n stijl maken. Overal van die kleine plots. En dan overal van coal seeds, glowstone seeds, iron seeds. Ik wil het echt heel erg massive hebben. Want je krijgt er uiteindelijk zoveel van. Je krijgt zo ontiegelijk veel items ervan. En er is hier niet genoeg licht. Dus we gaan hier even wat licht plaatsen. En dat is natuurlijk super chill. Ik wil kijken hoeveel coal we hebben. Dat is echt niet normaal. We hebben zoveel coal seeds. Coal essence. We kunnen gewoon coal maken wat we willen. En dat is super. Maar ook echt super chill. En dat wil ik ook door blijven. Of dat wil ik. Vind ik een super leuke manier van farmen. Gewoon... Ja, farmen. Gewoon je resources farmen. En als je dat op een basis van, nou wat zullen we zeggen, 100 bij 100 doet, dan is dat best wel heel erg ziek. En in seizoen 2 ga ik dus daar ook sowieso mee beginnen. Dat we al een farm hebben, dat we eten hebben, dat we gewoon een chill beginnetje hebben. Dat moet ik natuurlijk alles handmatig doen. Alleen ik denk dat het wel super handig is. En ik denk dat andere mensen er ook wel blij mee gaan zijn, die op de server zitten. En dan over de server gesproken jongens. Zoals ik al zei, je moet opvallen. Want als jij niet opvalt, als jij gewoon alleen maar de video liked en that's it, dan weet ik niet of jij de video liked of ik weet niet wie jij bent. Het gaat vooral via Twitter. Wees actief op Twitter. En dan zal het wel goed komen. Volg @paymincrafty of @sammidnan. En dan zou het eigenlijk wel gewoon goed moeten komen. Want ik heb... Kijk, als je geen Twitter hebt, dan is dat natuurlijk hartstikke crap. En als het alleen maar via YouTube kwam, is het natuurlijk ook allemaal... Dat werkt eigenlijk niet, om zo te zeggen. Dat ga ik gewoon eerlijk zeggen. Dat doet geen één YouTuber die gaat... In de reacties, nou ja, het kan wel, maar het gaat heel erg moeilijk om via de reacties een bericht, dan moet ik weer een berichtje naar jullie sturen. We krijgen op YouTube echt zo ontiegelijk veel berichten, dat is echt niet normaal. En dan moet je die ene moet je eruit proberen te vissen en dat gaat gewoon echt super moeilijk. Dus we moeten het wel via Twitter doen. Twitter is de enigste platform wat echt voor ons, voor Project Minecraft hier wat super groot is. En dus daarop doen we het ook gewoon. En als jij dus gewoon actief raakt en dan ga ik ineens zeggen van, hey jongens, wie wilt in de server? En dan ga ik gewoon even kijken wie actief is op de server of op de op PM is geweest. Die nodig ik dan uit. En ik heb natuurlijk al een paar mensen heb ik gewoon al in mind. Die denken van, ja weet je, die gaan er zoveel energie in gooien. Die mensen hebben we nodig. Die willen er ook voor gaan. Die komen thuis en die gaan niet eerst op een andere server verdurpen bijvoorbeeld. Die gaan meteen op dus op de Project Minecraft, ja, PM Modpack server. Want ze willen dit of dat af hebben. Die mensen die heb ik nodig. Want ik wil echt grote projecten gaan beginnen. En ik denk dat het ook weer leuk nieuw leven blaast in de serie. Gewoon puur, het is een server. Iedereen kan erop. En het gaat gewoon super leuk worden.
En dat is dus een week na de PM mod of de PM server release. Dus dat is natuurlijk ook super tof. Als je daar ook gewoon actief op bent, dan vissen we je er ook gewoon uit. Dus dat is natuurlijk super tof. Dit ziet er wel super chill uit. Super veel licht hebben we hier wel voor nodig, wat best wel crap is. Maar ik denk dat de farm gaat er wel gewoon chill uitzien. En ik ben er eigenlijk ook best wel blij mee. Ik wist niet dat ik dit helemaal zou afmaken, de farm. Ik denk echt van, ja, ik begin aan een heel groot project en waarschijnlijk ga ik weer, ik ken mezelf dat ik alweer, ja, het voor, nou wat zal het zijn, voor 25% afmaak. Maar ja, nu heb ik het eigenlijk wel voor 100% afgemaakt en dat vind ik wel super chill. Nou ja, eigenlijk niet 100%, ik moet eigenlijk allemaal van die golems nog ook neerleggen. Ja, dat ga ik dan weer niet doen. Ik ga niet allemaal golems hier neerleggen dat het dan automatisch raakt. Want dat hoeft gewoon voor mij niet. Want ik heb al zoveel golems heb ik gemaakt en om nog meer golems te maken, dat ik ook weer zo van, nou weet je wat, ik heb genoeg golems gemaakt in deze. Ik heb er zoveel gemaakt, hè. Ik heb er echt zoveel gemaakt. Moet je kijken dan. Allemaal van deze golems. En hier, even kijken hoeveel er hier werken. Dus kijk, dat is 3, 6, 8. Hier werken gewoon 8 golems aan één farm. Ik bedoel, kijk dan, wat de hel. En hier ook, superveel. En ik denk dat dit zelf... waarom pakt hij het niet? Oh, hij pakt het wel. Hij pakt het alleen heel rustig. Maar dus dit is, ja, het is gewoon super insane. En het werkt super goed. Golems is super chill. Jongens, ik heb trouwens best wel veel frame drops, als je dat ziet. Het is geen 60 fps ook, het is meer 30 fps. De reden is, mijn Xbox en OBS, die werken niet goed samen. En ik weet niet wat het is. Ik probeerde net ook op te nemen. Maar toen begon mijn hele computer sloom te doen. Alleen, ik kan mijn computer niet opstarten, omdat alles zit te updaten. Waar ik heel veel programma's zijn momenteel aan het updaten. Dus ik vind het heel erg crap, maar het maakt in principe ook niet veel, echt veel uit, want het blijft op 30 fps. Like, het enige verschil is dat het niet 60 fps is, dus dat is in principe ook niet zo super. Zo, nu moeten wij al deze dingetjes hier neerleggen, al de saplings, want dan krijgen we natuurlijk gewoon chill veel hout weer. En voor wat hebben we hout nodig? I really don't know. Jongens, als jullie nog een leuk idee hebben wat ik moet maken in de PR Modpack seizoen 1, laat het dan even weten. Want ik moet nog een weekje vullen. Ik moet nog een weekje PR Modpack seizoen 1 doen. En dan is het natuurlijk al het einde alweer. Maar ik moet nog even wat weten wat ik moet doen. Wat ik kan doen. Ik heb zelf natuurlijk ook al heel veel gedaan in de PR Modpack. Als ik zo hier doorheen scroll, dan vind je natuurlijk wel een paar leuke dingen. Alleen als je denkt van, ja, is dat wel leuk om te maken? Ik zat eerst te denken, laat ik een heel mooi bibliohuisje gaan maken. Dus heel veel met bibliocraft aan de gang. Dat is op zich is dat wel grappig. Om met bibliocraft aan de gang te gaan. En gewoon voor dit huisje gewoon even heel mooi gaan maken. Een en al bibliocraft. En dat ziet het er eigenlijk gewoon wel smooth uit en best wel vet. Alleen zit ik weer te denken van, ja, vinden jullie dat wel leuk? Zal ik een bibliohuisje maken, jongens? Of zal ik dat niet doen? Hey, Kip. Met de headphones. Get out of my way. Save and sound. Yeah. Oh my god, de headmod. De headmod blijft er trouwens ook in. Dat vind ik een geniale mod. Dat is gewoon lekker trollend. Gewoon lekker grappig. Hoppakee. Gewoon heerlijk. Droog. De headmod. Love it. Love it. Serieus. Even kijken of we nog wat dirt hebben. Ik heb 64 dirt. Is dat genoeg? Nee. Ik weet wat. Ik ga dat helemaal niet doen. Ik ga mijn farm niet meer uitbreiden. Ik denk dat het ook niet eigenlijk super handig is om dat te doen. Want ik heb er eigenlijk ook helemaal niks aan. Dan moet ik dus allemaal hout ook weer verzamelen. Moet ik dat weer gaan fixen. Ik kan dat beter niet doen. Wat ik wel kan doen. En wat ik wel moet doen. Is even mijn animals eten geven. Ik heb seeds. Ik heb alleen geen wheat. En dat moet ik wel hebben. Dus dat ga ik even snel pakken. Wat graantjes. Even kijken. Wat zitten die? Mob drops. Nee. Farm en eten. There you go. Ik heb 4. Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg, hè. Moet ik nog even pakken. Even kijken, hebben we seeds, hebben we wheat, hebben we carrots. Ik heb ook niet zo super veel carrots meer. Dan moet ik ook meer pakken. Dus we moeten carrots hebben. En we hebben wat wheat nodig. Misschien hebben we ook wel nog wat seeds nodig. Ik weet het niet, dat zien we dan wel. Ik neem het gewoon mee en we zien het wel. Zo, dan vliegen we er even naartoe. We kunnen niet meer via boven. We moeten nu echt via deze. Zo, hoppakee. Nou, je kan wel via boven. Dan kan je niet via de trap. Maar dat hoeft ook. Zo, en dan nemen we de seeds ook maar mee. En dan nemen we voor de zekerheid ook nog een paar torches mee. Hebben we de seeds? Yes, we hebben de seeds. En let's go to the animal farm, which is right there. Zo, dan ga ik even snel over het eten, want we gaan bijna dood. Wat niet chill is als je ineens dood gaat en al je items liggen overal. Hey there, piggies. Hey there, willen jullie eten? Hey, oh ja, check die piggy daar op de achtergrond. Die is zo zielig, hè? Die is zo zielig. Kom hier, kom hier. Yeah, yeah. You like it. Oké. Deze even snel eten geven. Mr. Rainbow. Heel veel Mr. Rainbow. Oh my god, zoveel.
Yeah, heel veel sheeps. Oh yeah. Oké, there you go. En oh my god, de Wither is hier. God freaking damn it. Deze geven we ook even allemaal eten. Zo. Als ze nou eten geeft en dat ze dan ineens weggaan, dat zal super chill zijn. Dat je ze gewoon eten geeft en ze gaan ergens in de hoekje gaan ze chillen. Nu moet je gewoon random. Waar de fuck zijn allemaal in de kippen heen? Huh? What the fuck? Waar de fuck zijn allemaal kippen heen? Hoe de fuck zijn die ineens allemaal weg? Zijn die weggevlogen? Of had ik per ongeluk dit dingetje open laten staan? Nee, als ik die open laat staan, dan zou je ze hier allemaal zien, gewoon zien. Gewoon lopen. Get out of my way. Ik word echt gek van jou. Je zit daar zo hard te chillen al. Zo lang ook. Laten we nu even dit gaan fixen. Want dat mag natuurlijk ook wel weer. Hello, guys. Wat is dit? Een no-bot. Get out of my way. Waarom zitten jullie nou weer? Jullie pakken al mijn items af. Wat heb ik hier nou aan, jongens? Wat moet ik hier nou mee doen? Zo, dit. En nee, hij maakt alles kapot. Dit. There you go. Hoppakee. We fixed this, bro. We fixed it. Oké, dus zoals ik al zei, we kunnen deze magical seeds kunnen we even overal neerleggen. En dat gaan we even boven doen. Want dan kunnen we meteen ook zien of het werkt. Dat deze ook nat wordt, om zo te zeggen. Ik denk het niet. Het lijkt me heel logisch als het niet zo is. Maar het lijkt me ook, ik kan het ook wel weer begrijpen als het wel zo is. En ik denk niet dat het werkt, want anders zou je het wel nu zien. Dus dat is wel jammer op zich. Maar we gaan gewoon de seeds gaan we neerleggen. Ik wou niet essence seeds pakken. Goddammit, waarom heb ik essence seeds gepakt? Ik wou coal seeds wou ik pakken. Hey, ik wou coal seeds. En deze mogen jullie weer hebben. Get out of my way. Nee. Oh my god. Nee. Het werkt niet. Het werkt niet, jongens. Dat is nu wel duidelijk. Maar ja, groeit het nu wel? Groeit het ook snel gewoon hierop? Dat ben ik nu ook wel benieuwd naar. Dus dat gaan we ook gewoon even doen. We gaan dit even allemaal weghalen. We gaan het niet nat maken. We gaan er geen water neerleggen. En ik ben heel benieuwd of dit überhaupt gaat werken. Zo, hoppakee. A lot of them, wie niet? Kom op. Zo, en we hebben er nog 13. En ik denk dat we het wel allemaal vol kunnen maken. Ik hoop het wel. Zo, hoppakee. 2, 2, 2, 2, 2, 2. En nee, we kunnen het niet allemaal vol maken. Zo, dit gaat lekker zijn gangetje. Jongens, ik ga snel even een lucky block pakken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, jongens, we hebben een lucky block. En deze lucky block is van Gijs Koopman. Bro, ik hoop dat je wat goeds geeft. En here we go. A lot of lucky blocks. Yeah, oké, nou, we gaan er eentje open nog voor Gijs. En there you go. Het zijn overal liggende quartz blokken. En ik kan ze niet meenemen, want mijn backpack zit vol. Zo, there you go. Ik hoef ze eigenlijk ook helemaal niet mee te nemen. Maar ik neem ze gewoon voor de zekerheid mee. There you go, niet allemaal. We hebben hier dus vet veel quartz blokken nog liggen. Of vet veel lucky blocks liggen, jongens. Dus go ahead and like de video. Want we hebben een gratis lucky blocks. Bij elke 250 likes gaan we gewoon een lucky block openen. Wat dacht je daarvan? Dus als er 1000 likes zijn gehaald, dan gaan we ze gewoon allemaal openmaken. Of eigenlijk bij de 750 en 1000 gaan we gewoon eentje extra openen. Nu wilt Gijs... Je wilt natuurlijk heel graag op de Wall of Luck waarschijnlijk. Dus we gaan je ook gewoon erop zetten. En jij gaf aan ons 4 keer Lucky Blocks. En natuurlijk eigenlijk ook gold. Alleen ik ga gewoon zeggen dat jij 4 keer Lucky Blocks gaf. Want dat is veel vetter. Zo, hoppakee. En dan doen we natuurlijk 15-11-2014 Lucky Blocks. En dat wordt wel mooi. Lucky Blocks. En hij is van Gijs Koopman. Bro, thank you very much. Bros, jullie ook. Thank you very much voor alle likes. Check jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe aflevering van de PM Modpack. Vergeet niet te abonneren op Project Minecraft. En vergeet een like niet te doen. En check jullie morgen. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace!